He, he, eindelijk alleen. Goed, tijd voor mijn oude vijand. Het touw, daar gaat het. Heb ik me vergist, grootvader? Verdien ik wel een plek op vikingschool? Ben ik überhaupt een echte voortbaard? Geef me een teken! Alsjeblieft! Als ik waardig ben, zou ik dan één keer uw zwaard mogen laten gloeien? Oké, nieuwe wens. Als ik waardig ben, gloei dan niet! Ja, ik ben waardig! Wie hou ik nou voor de gek? Vidar? Erik, toch? Hey. Uit je knusse schooltje gesneakt om in mijn tuin te trainen? Zal iemand met talent het er vernederend simpel uit laten zien? Het gaat om techniek. En dan nog eens, andersom. Spieren zijn niet nodig. Voor jou een voordeel. Probeer maar. Waarom zou ik een leugenaar vertrouwen die me in de val heeft gelokt? Beschouw het als mijn manier om het goed te maken. Want? Wat wil je? Moet ik daar een reden voor hebben? Misschien heb ik medelijden met je. Misschien voel ik een mysterieuze verwantschap tussen ons. Hé, hey, geef eens terug! Misschien verveel ik me en is het geinig je te zien falen. Eindelijk iets wat ik wel geloof. Geef me zwaard terug! Een prachtig zwaard, zeg. Een soort van... Het voelt alsof... Hé! Hey, alleen voor vorkpaarden! Wow! Wacht! Je laat hem gloeien. Wow! Ik zei toch dat ik een mysterieuze verwantschap voelde? Je kunt dit ook, toch? Nou, niet zo. Ooit. Toen met de hemelsteen. Maar die ligt ergens in de trollengrot. Nu is het gewoon... Een familie-erfstuk. Het zwaard van de vorkpaarden. Zie je niet wat dit betekent? Erik, ik heb nooit geweten wie mijn vader geweest is. Wat? Bedoel je? Misschien weet het zwaard het. Dat jij een vorkpaard bent?